Hallo, welkom bij weer een nieuwe vlog. Ik ben met Céline en wij zijn bij Boody Palour, denk ik dat je het uitspreekt. Ik weet niet zeker. En dat is een beauty salon. Dat is niet veel. Moet je niet bellen? Zo. Is dat? Ik weet niet. We zijn aangekomen. Het is hier echt super mooi. Wauw. Wauwie. Je zit kei donker zo. Ja. Zo is het beter. Wauw, kijk die zetel hoe mooi. Echt tof. Oké, we zitten nu ondertussen bij Pai Quotidien. We zijn buiten bij Boody Parlour. Maar het is raar om dat zo uit te spreken. Ik zei altijd Boody Parlour. Maar het makes sense dat het Boody Parlour is. Maar wat we gaan doen en zo, ga ik jullie straks wel even vertellen, want hier is het een beetje te luid. En nu gaan we eten. Wat gaan we pakken? Zeemolen. Avocado toast. En soep. Food here. Een soep, mijn komt er nog aan. Zelfs. En we hebben een limonade. Wat is dat? Limonade, hè? Ja. Homemade iced tea met munt. Smakelijk, smakelijk. Goedemorgen iedereen. Ik ben moe. As you probably can tell. Door de kringen. Ik ga me net een beetje schminken. Ik heb echt zo'n herfst of winterdipje. Of hoe noemt je zoiets? En mijn donkere kringen zijn echt erg. Maar ja, we moeten erdoor, hè. Is er nog iemand die een herfst of een winterdipje heeft? Let me know. En laat me weten wat je eraan doet. Maar ik ga dat gewoon niet weggeschminkt krijgen. It's okay. Ik ben me ook maar eigenlijk even aan het schminken. Omdat ik nog iets ga filmen. Want ik heb straks een gezichtsbehandeling met mijn zusje Charlotte. Dus dan mag mijn schminker terug af. Dus het is eigenlijk redelijk onnuttig dat ik mij schmink. Maar ja, voor de video. Alhoewel dat in deze video ik natuurlijk ook geen schmink op heb. Maar toch, ik ben trouwens ook aan het detoxen met Bikini Body. Dat is water met gember, citroen en munt, denk ik. Die ik zo tussendoor drink. En dan zijn er soepen. Ik doe eigenlijk het soep detox. En juices. Dus ik heb denk 2 soepen vandaag. En 3 green juices. En dan nog van die watertjes. Maar het is de eerste dag, dus ik weet niet juist. Ik moet zelfs nog eens te goed kijken hoe het juist in zijn werk gaat. Maar dus, ik heb gisteren denk ik na de Pai Quotidien niks meer gefilmd, denk ik. Allee, vrij zeker eigenlijk. Maar daarna heb ik ook niks meer gedaan. Allee, kantoordingen. Dus dat was niet zo heel interessant voor jullie om te zien. En gisteren zijn we dus bij Boody Parlour geweest. Ik hoop dat ik het nu juist uitspreek, maar ik denk het wel. Het is een super, super, super mooie zaak in Antwerpen. Die ligt op de, als ik me niet vergis, was dat de Frankrijklei. Maar mijn mascara doet echt zoveel bij mij. Als ik mascara opdoe, dan zie ik er echt zoveel wakkerder uit al. En we waren daar. We hebben een heel leuke rondleiding gekregen van de bazin. Super mooie zaak. Het is echt zo'n all-around beauty concept. Dus je hebt een kapper. Eigenlijk vooral voor extensions, medische pedicure en gewone pedicures. Nagels, iemand die make-up doet. Dan heb je een bar en dan zijn ze daarnaast ook nog een clinic. Wat houdt dat in? Dat houdt in dat ze ook fillers en zo doen. Ze doen eigenlijk alle fillers. Ze doen, ja, ik denk alle fillers die je kunt bedenken. Botox en lippen en kraaienpootjes, kaak, jukbeenderen, kaken. Alles. En ze zijn daar echt speciaal voor opgeleid.
allee, de twee dokters die daar een vestiging ook hebben, die zijn daarvoor opgeleid. Daarnaast doen ze ook nog lasers, peelings, al die dingen. Maar ik denk dat jullie wel al kunnen raden voor wat dat Celine en ik gaan gaan. Maar dat zullen jullie binnenkort wel zien. Maar het was alleszins zeer interessant. Ze praat ook echt gewoon met zoveel passie over haar job. En over wat dat ze doet en wat ze daar doen. Dus dat was echt heel interessant om te horen en allemaal te zien. Oké, ik ga mijn onderste wimpers nog doen en dan it's a wrap. Dus binnenkort, 15 november, denk ik dat het is, gaan we naar Booty Parlor. En ik ben kei benieuwd. Al het werk wat ze doen ziet er super goed uit. Ze zijn ook echt heel goed opgeleid. Wat heel belangrijk is natuurlijk. Ik weet dat wij voor bepaalde fillers al in het verleden naar een kliniek zijn geweest. Maar ja, daar hebben we niet heel veel opzoekwerk over gedaan. En blijkt dat de kliniek niet zo goed is in zijn fillers. Maar oké, dat terzijde, dat is ook gebeurd en dat hebben we gedaan. Nu hebben we ons heel goed geïnformeerd naar een hele goede kliniek en die hebben we gevonden. Dus ik ben kei benieuwd, maar daar gaan jullie binnenkort meer over zien. Ik wou jullie ook nog even een pakketje laten zien wat ik heb aangekregen van L'Oréal. Wat echt super tof is. Ik ga waarschijnlijk ook wel veel vragen krijgen over dit setje, dus ik ga jullie dat... Amai, camel too much. Ik ga jullie dat even laten zien. Oh. Oké, ja, dat lijkt gewoon zo, denk ik. Maar dit setje, de broek ziet er zo uit. Oep. En het topje ziet er in het licht donkerder uit als de broek, maar dat is wel niet. En het heeft zo'n kap van achter, dat is wel heel cute. Maar ik heb het ook denk ik wel heel hoog getrokken. Misschien moet ik dat wel lager doen. Maar het setje is van Bershka. Pas gekocht. Ik denk een paar dagen geleden. Ja, ondertussen denk ik een week geleden of zo. Mijn pakketje van L'Oréal ligt hier in de badkamer. Omdat ik dat heb gebruikt deze morgen. Ik heb ook op Instagram gezet. Maar er zit dus een sugar scrub in. Anti-vermoeidheid. En maar ik blijf echt zo moe eruit zien. Maar ik kan dat wel gebruiken, dus vandaag. Ja, dat is echt een super, super toffe scrub. En die ruikt zo goed naar koffie. Ik drink geen koffie, maar ik ruik wel heel graag koffie. Dan zit er een hyaluronic acid in. Dus dat boost je collageen, denk ik, als ik het goed heb. Ik ga misschien even kijken. Want er is ook een boekje bij. Dan is dat misschien makkelijker. Maar dus een volume boost. Voor hydratatie, volume en veerkracht. En om rimpels tegen te gaan. Dus dat is 7 dagen. Eentje heb ik dus vandaag gebruikt. En dan hebben we Red Ginseng Instant Glow Moisturizer. En ook deze, oh, de geur was echt top. Echt een hele verfrissende, opwekkende geur. En ja, gewoon ook een hele fijne, ja, textuur voor op je huid te doen. Ik wil ook even de prijzen zeggen van in de winkels, want ik weet dat jullie dat graag hebben. Maar de L'Oréal Sugar Scrub, dus die koffie scrub, is €10,99. De ampulletjes, dat zijn er 7 in een pak, denk ik. Als ik het heel goed kan zien. Ja, voor een week, denk ik. Die kosten €15,99. En de moisturizer, anti-vermoeidheid en extra stevigheid en anti-rimpel, is €12,99. Dus dan weten jullie dat. Ik denk dat jullie dat wel bij Kruidvat of Bol.com of zo kunnen krijgen. En ik word hier niet voor betaald trouwens, hè, om dit te posten. Ik heb gewoon een pakketje in de bus gekregen, dus ik dacht ik ga dat delen. Hey Milks, what you doing? Milky. Milky, maar ik kun niet aaien. Wilt je geen aaitjes? Jawel toch. Jawel toch. Nee, precies niet. En jij? Dag knapperd. Dag knap schatje. Knap Mieke. Oh, voor zo'n traanoogje, schat.
Ja, het was 2 dagen geleden weer zo heel kalm. Ik denk dat ze haar niet goed voelde met haar tandjes en haar niezen. Maar nu, deze morgen, heeft ze wel heel veel gespeeld. Hé, schat. Hé. Wilt je niet spelen? Jawel, hè. Wilt jij ook spelen, schat? Pak het maar. Oep. Kriebelt, hè? Nee? Ah, oh, Milky gaat met het speeltje van de Lidl spelen. Dat is nog altijd een big hit. Ik vind dat echt zo leuk. Allee, pak het maar, Milks. De bel ging. En er is een pakje aangekomen. Ik weet niet wat, maar ik ga het snel met jullie unboxen. Oh, van Basic Fit. Oh, maar hij ziet er goed uit. Allemaal van die next level muscle bars, denk ik. Of hoe noemt je dat? Zo van die proteïnerepen. Woehoe, kijk tof. Oh, super lief, Basic Fit. Dankjewel, Basic Fit, Melissa. Ik kan niet wachten om die te proberen. Zou ik er al eentje pakken? Er zit in... Salty peanut, caramel cookie, raspberry cheesecake, nuts and dark chocolate. En dan cream en cappuccino. Welke zou ik willen? Ik denk caramel cookie. Of salty peanut. Ik weet niet. Het zijn dus muscle builders. Oeh, ik ben benieuwd. Ik ben deze week weer best uit mijn fitness. Jammer genoeg, omdat ik weinig tijd heb gehad, maar vanaf volgende week ga ik er weer voor. Amai, 36% proteïne. Ah, deze is goed after sport. Ik heb wel niet gesport natuurlijk. Maar ik heb toch proeven. Dus tijd voor een proteïnebar. Ruikt super lekker. Heel lekker. Welke heb ik nu? De caramel cookie. Heel lekker. Smaakt... ja, echt naar koekjes en karamel. Echt lekker. Niet naar proteïne. Niet naar zo'n standaard proteïnereep. Dat is echt lekker. Als je Celine stuurt. 1 secondje, ik ben even iets aan het vullen, maar nee. Je kunt wel even hij zeggen in mijn vlog. Ja, lekker. Oké, goed gekeurd. Ik ga direct verder eten. Ik ben blij mee. In de Basic Fit heb je ook zo'n automaat, zo'n machine. En daar kun je die kopen als je wilt. Maar ook op de site, denk ik, van Basic Fit. En van Next Level. Je kunt hem echt goed. Die reep is bijna op. Ondertussen nog wat Instagram content gemaakt, want dat moest ook gebeuren. Want ik ga hier de vlog afsluiten. Ik ga een nieuwe vlog beginnen, denk ik, voor mijn huidbehandeling van vandaag bij mevrouw Charlotte. Dus dat zien jullie waarschijnlijk maandag dan in de vlog. Hopelijk vonden jullie het leuk, dus zeker thumbs up. Laat ook een leuke comment na. Vergeet niet om te abonneren, want... daar doen jullie mij een heel groot plezier mee. Vind ik super leuk. We groeien elke dag een beetje hier op mijn kanaal. Dus dat vind ik wel heel tof. Dank jullie wel allemaal om mij te volgen sowieso. Ik vind het echt heel leuk. Nou, alleszins, dank jullie wel om te kijken en tot snel.